Hallo allemaal, vandaag is de dag van de boerderijdieren. Ja, gaan we gewoon boerderijdieren tekenen. Zoals een koe, een kip. Wat kom je nog meer tegen op een boerderij? Misschien een kat of een hond? Nou, laten we maar eens gaan kijken wat we daarbij kunnen tekenen. Kinderboerderij, boerderijdieren. Ja, doe je weer mee? Ja, en boerderijdieren. Nou, wat zien we allemaal op een boerderij? Eens even bedenken. Nou, dit is misschien wel duidelijk gelijk wat dit is. Zo. Snavel. Oog. Ik weet niet of je gelijk kan zien wat het is, maar ik dacht gelijk aan een haan. Hè? Dat is echt zo'n boerderijdier met zijn grote verenstaart, gekleurde veren. Een haan. Dus, ja, je ziet hem ook wel eens op een kerktoren staan, maar dan is het geen boerderijdier. In dit geval is het een boerderijdier. Lelletjes onder zijn snavel, een kam op zijn hoofd, een haan. Kan ook een kip zijn, maar dan hebben ze een kleinere staart. Die is niet zo uitbundig. Die is wat kleiner. Wat zijn nog meer typische boerderijdieren? Wat dacht je van een varken bijvoorbeeld? Zo. Hoe teken je nou een varken? Hè? Nou, van die hele kleine oogjes zo. Zo. En van die grote flaporen. Zo. Hem een beetje een mondje geven, zo. Dan lacht hij een beetje. Hij lacht wel een beetje gemeen, hè? Zo, nou weer niet meer. Dat komt hier door dit streepje van dat oor. Dat is net of hij een beetje bozig kijkt. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nou, varkentje. Hij heeft natuurlijk ook nog een krulstaart. Niet heel makkelijk om te tekenen. Zo natuurlijk wel, maar om dat de volume te geven, dus moet je echt zo en dan up en dan upla. Zie je, dan heb je een krulstaart. Nou goed, een varkentje. Ik ben niet zo heel goed in beesten tekenen. Het zijn echt dingen, daar moet ik echt wel op oefenen. Maar goed, een varkentje. Ik vind hem best aardig. Wat hebben we nog meer op een boerderij? Een koe natuurlijk. Zo, de neus van de koe. Een grote bovenlip. Tong van de koe. Kin van de koe. Zo. Nou, een beetje stripachtige koe tekenen. Zo. Oren van de koe. Zo. Ik vind het eigenlijk best een aardige koe zo. Dan zeg je het zelf, de horens van de koe. En zijn neus, hè, zo. Nou, koe of niet? Een lijf van de koe. Ook nog een uier, zo. Voorpoten ook weer. Nou, goed. Staat hij een beetje achter zo. Staart van de koe. Een kwastje. Zo. De koe mag natuurlijk ook wel vlekken hebben. Nou, een koe.
Bijvoorbeeld een schaap. Nou, een schaap hebben we laatst ook al getekend, hè? Een beetje Jean de Sheep hadden we toen gedaan, zo. Nou, een beetje schaap. Bleh. Schapen in het gras. Goed. Ja, we kunnen nog meer. We kunnen bezig blijven. Hè? Want op een boerderij zijn best wel veel dieren. We hebben nog geiten, ganzen, konijnen, kuikentjes, jonge poesjes, honden. Ja, noem maar op. Ja, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag. Teken nog wat boerderijdieren erbij. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.